Best voor Soil Vermicompost. Praktische informatie. Hallo, mijn naam is Alfred Krant. Deze Best for Soil-video geeft uitleg over de productie en toepassing van Vermicompost, oftewel Wormencompost. Aan het einde van de video vindt u aanvullende informatie over deze onderwerpen. Bekijk ook de andere Best voor Soil-video's over compost en bodemgezondheid gerelateerde onderwerpen. Compost is een product dat het resultaat is van de microbiële afbraak van organisch materiaal onder aerobe omstandigheden. Afhankelijk van de composteringsmethode, de grootte, de intensiteit van de bewerking en het materiaal, kan een groot aantal verschillende soorten compost met verschillende kwaliteiten worden geproduceerd. Compostering met wormen is het meest natuurlijke composteringsproces. Het gaat om regenwormen, zoals de soort Eisenia fetida. Het is belangrijk dat de temperatuur niet hoger komt dan 35 graden Celsius. Anders worden de regenwormen gedood. Wormencompost heeft de grootste diversiteit aan microben en wordt beschouwd als een hulpmiddel bij het onderdrukken van ziekteverwekkers waarbij het productieproces worden onkruidzaden niet gedood of gedeactiveerd. Daarom wordt bij de productie op grote schaal een combinatie van thermofiele compostering en compostering met wormen aanbevolen. Vanwege de unieke eigenschappen van wormencompost wordt het meestal niet gebruikt zoals reguliere compost en wordt het in kleine hoeveelheden verspreid over het veld. Naast de microbiële diversiteit heeft wormencompost een hogere nutriëntendichtheid met meer voedingsstoffen voor planten. Daarnaast bevat wormencompost aanzienlijke hoeveelheden plantenhormonen, zoals auxine, gibberelline en cytokinine. Wormencompost heeft niet alleen een betere kwaliteit dan thermofiele compost, maar het vergt ook een aanzienlijk grotere inspanning om het te produceren. Daarom wordt vermicompost vaker gebruikt in hoogwaardige gewassen, zoals jonge planten, tuinbouw, wijngaarden, boomgaarden of zelfs golfbanen. In de akkerbouw kunnen wormencompost gebaseerde composttee- en zaadcoatingstoepassingen worden gebruikt om de gezondheid van de bodem te verbeteren, met een beperkt aantal toepassingen vanaf 1 liter per hectare. Voor de meeste lidstaten van de EU zijn er zo goed als geen specifieke regels voor wormencompostering. Vooral bij overdekte productie hoeft men niet bang te zijn voor emissies zoals geur of afspoeling. Wordt vermicompost gezien als een meststof in plaats van een compost. In tegenstelling tot thermofiele compostering is er geen minimumvolume voor compostering met wormen. Grote hoeveelheden die voor de productie worden gebruikt, moeten in twee stappen worden verwerkt. De eerste fase is een thermofiele fase om onkruidzaad en potentiële planten of menselijke pathogenen te doden. Deze stap maakt de grondstoffen beschikbaar, homogeniseert en verzacht ze en helpt het materiaal te stabiliseren dat anders de temperatuur in het composteringsproces zou verhogen en de regenwormen zou doden. Als de grondstoffen direct aan regenwormen gevoerd worden, is mest van paarden, koeien of schapen een goede basis. Als een thermofiel proces wordt uitgevoerd, voordat de compostering met wormen plaatsvindt, kunnen ook andere organische grondstoffen worden gebruikt? De materialen die aan de regenwormen worden gevoerd, moeten een koolstof-stikstofverhouding van 25 op 1 hebben. Regenwormen vragen strikte condities om een optimale productiviteit te bereiken. Dit moet worden gemonitord en gecontroleerd. De optimale temperatuur ligt tussen de 15 en 30 graden Celsius. Regenwormen overleven tussen de 0 graden en 40 graden Celsius. Het vochtgehalte ligt bij voorkeur tussen 60 en 80 procent. In de composteerruimte moet in alle tijden zuurstof beschikbaar zijn. Daarom moet het strooisel een goede fysieke structuur hebben voor een goede beluchting. De pH van het materiaal moet binnen de rangen 5 en 8 liggen en het zoutgehalte mag niet te hoog zijn. Professionele compostering met wormen gaat het hele jaar door. Als het plaatselijke klimaat de productie in de winter niet toelaat, kan de productie binnenshuis huis plaatsvinden. Voor wat betreft binnensystemen neemt de belangstelling voor continu systemen toe. Naast het productieproces is het ook belangrijk om de kwaliteit van de geproduceerde compost te bewaken. We hebben ook een best voor soil video over dit onderwerp beschikbaar. De regelgeving met betrekking tot de toepassing van wormencompost verschilt per EU-lidstaat. In het algemeen wordt wormencompost beschouwd als compost of meststof. Daarom kunnen er voor elke toepassing andere regels gelden en moeten gebruikers ervoor zorgen dat deze regels zorgvuldig worden opgevolgd. Naast de toepassing als meststof worden wormencompost vanwege de waarde van het product vaak in kleine hoeveelheden gebruikt. Extracten zoals compostee worden gebruikt voor zaadbehandeling, als bladmeststof of als toepassing voor de bodem. Warme compost kan ook in de zaaivoer worden toegepast, als aanvulling op bodemsubstraten of als stimulant bij de aanplant van boomgaarden of wijngaarden. Compostproductie vergt veel kennis en ervaring om een materiaal van goede kwaliteit te kunnen produceren. Wilt u meer informatie over compost en andere onderwerpen? Kijk dan op de Best for Soil website.